groep 1 en 2 en 3 gaan het kerstverhaal vertellen. Hier komt het verhaal. Ja, Mozes werd geboren. Nee, joh! Nee, joh! Over dat... Jezus is geboren. Jezus was geboren en toen was het kerst. Ik weet het hele verhaal. Vroeger waren we nog bij de kerk. Toen ging het ook over nog van Jezus vrouw. Met meneer Otto. Het verhaal staat in de Bijbel. Boek van, een boekje. Ja, ik heb al een kerstboom thuis. Dat is de kindjes geboren. Want als kerst is, dan wordt Jezus geboren. Maria was in haar huisje aan het vegen. Opeens gebeurde er iets. Maar er kwam ook een veel licht en Maria schrok. En het was de vegel, die was engel. En die engel zei, je krijgt een kindje. Die zei, je krijgt een baby in de buik en die gaat Jezus eten. Dan schrok ze. En toen zei Maria, krijg je nou een baby? En toen, ja. Je krijgt een kindje, misschien. Waarom kwam de engel? Wie had die gestuurd? God of zoiets? God. Door een engel te sturen. God of? Dat God dat goed vond. En wat vond Maria van die boodschap? Dat het niet echt was. Maar het is wel echt. Leuk. Leuk. Ik is het niet. Ik schrok me. En toen was de engel weer weg. Maria liep naar buiten en keek waar de engel was. Wat is gebeurd? En die waterput. Ja. Maria was een beetje blij, maar ook een beetje bezorgd. Nou, Maria en dat jongetje die waren op elkaar verliefd. Jozef. Maria ging haar kussen. Maar dat was niet. Ze waren niet getrouwd. Ja, bijna getrouwd. Dat ik de ogen. Ze ging volgens mij trouwen. Ja. Ja, dat denk ik. Met Jozef. En toen ging de engel. En toen had Jozef een droom van de engel en toen kwam de engel daar. Jozef had een droom en de engel zal beloven dat jullie een baby krijgen. Ja. Een kindje? Dat we een baby kregen. Zij dat er een baby kwam omdat zij daar voor heeft gezorgd. Die man had een droom over een engel. Die zei, God en doet dat jij een baby krijgt. De engel was bij Jozef. Wat vond Jozef van de boodschap dat Maria en Jozef ineens een babytje kregen? Nou, hij was, weet jij nog? Ik was wel een beetje geschrokken. Hij zei, dat is niks voor mij. Maar toen dacht Jozef, God heeft Maria mij uitgekozen. En Jozef ging voor Maria zorgen. De keizer zegt, iedereen moet zich laten inschrijven. Dus iedereen moet op reis. Ook Jozef en Maria moesten op reis. Op vakantie gaan ze. Nee.
Omdat we daar waren geboren en de moest van de koning. Lopend. Gewoon lopend. De vrouw die had de baby in de buik. Maar hoe moet dat dan met Maria op die verre reis? Met de carriage. Heel langzaam. Met kamelen. Met kamelen. Met kamelen. Met kamelen. Met kamelen. Omdat ze een baby in haar buik had. Nou, eigenlijk zei ik eerst de hele tijd, een kameel, een kameel. Nee, want ze hadden nog geen auto's. En ook geen vliegtuig. En ook geen snackbar. Het was een hele lange reis. Want soms was het een beetje zwaar, dus toen mochten ze even op de ezel. Ja. Oh, ik weet het. Volgens mij ging Maria achter ons. Waar gaan Jozef en Maria naartoe? Echt naartoe. Nee, Lem. Lempel? Nee, de pet meenemen. Nederland. Bled. Palim. Bed liggen. In bed liggen. Bethlehem. Daar komen ze ook uit. Jozef en Maria komen in Bethlehem aan. Het wordt al donker, maar waar moeten Maria en Jozef gaan slapen? Naar een hotel of zo. Maar en daar was geen plek. Dat is jammer. Maar dat is wel zielig. Zielig, hè? Het is gesloten, meneertje. Ik heb een baby in mijn buik. Ja, toen gingen ze verder. Toen gingen ze kijken of ze nog ergens naartoe konden. Toen ze ergens konden slapen. Omdat er geen plek meer waren. Oh, in het ziekenhuis hadden ze geen plaats meer. Bij alle kamers waar je kon bevallen. Omdat ze niks konden vinden waar ze konden blijven voordat het babytje eruit kwam. Want anders ging het babytje buiten geboren worden. Een huis! Kersthuis! Het was wel met lampjes en zo'n kerststerretje. Hoe moet dat dan met Jozef en Maria? Dan komen ze bij de laatste herberg aan. Ze vraagden de hele tijd, mag ik bij jullie komen slapen? Toen zei iedereen, jullie kunnen daar in het standje slapen. Toen zei ze, naar de stal al zo hard als ze kan. En toen was het babytje daar. En ze zagen een stal daar en daar gingen ze dan in. Om te slapen. Ja, en toen kreeg ze heel veel buikpijn, want die baby schokte en toen kreeg ze de baby eruit. Ja, en hij lachte op de doeken en hij lachte in de bedje. Hij lachte met warme doeken en met zo'n spie. En de baby was geboren. Daar zat een babytje in. Die zat in een bakje met strand. De baby lag in het hooibak. En in een kribbetje was die geboren. Ja. En doen ze eigenlijk voeren voor de dieren. Hij lag met strooi. En warme doeken. En van dit. Strooi. En met Jezus erin. Met hooi erover. Misschien stinkt het hooi wel. Hooi kort. Nou, het kindertje ging geboren worden in een kribbe. Wie waren er in de stal? Maria en Jozef. Waren er ook dieren in de stal? Er zijn geen dieren. De dieren moesten wel mee. Dus daarom horen er ook dieren bij. Schapen. Kamelen. Engel en koeien.
schapen. Schapen. Een bok. Ezels. Honden, muizen. Ik zag bijna geen dieren in het verhaal. Varkens? Nee, joh. Ik geen varkens. Die kan het toch niet vliegen? Engeltjes? Het babytje in de kribbe kreeg een hele mooie naam. Moeilijke naam. Ja. Jezus. 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 Wat heeft God verteld? En Jozef en Maria kregen ook bezoek. Nou, alle dieren kwamen kijken. Verder? Omdat ze dan misschien een beetje kunnen dieren. Dan kijken ze zo van, het kindje Jezus! Een hele groep met engelen kwamen. Heel veel! 1, 2, 3, 4, 5. Ik ging goed. Ja, dus, die had een elf te zien. Nee, er kwam een engel van Jezus. Een engel, ja. En die herders die hoorde dat er een kindje werd geboren die hem later een koning zou worden. Er kwam ook heel veel licht en toen kwamen er engelen. Daar ben ik helemaal om. En die kwamen heel veel om hem beneden. Ja. Een hele rond. En toen was die rond. In de wolken. Uit de lucht. Bij de andere engels. Maar ze ging wel een liedje zingen. Die ging hem vertellen dat het kindje was geboren. Het is een heel mooi lied wat de engelen zingen. Dat heb ik gehoord. Dat hebben we niet gehoord. Ja, dat kunnen we het ook niet weten. Nee. Ja, ik weet het wel, maar ik kan het niet goed zingen. Wat gaan de herders nu doen? Gaan ze naar de stal in Bethlehem? Want de Engels zei je dat. Weet jij nog? Even naar het baby te kijken. Nou, dan ga je zo. Spring! Mensen! Ja! Spring! Spring! Ja! Benen. Via de poort, zo mag je overheen klimmen. Simpel. En ik kan mijn baby aan. Hij was al nu geboren, al nu. Er kwamen heel veel herders die blij waren. En de herders gingen cadeautjes brengen. De herders nemen alleen wat liefde mee. Ja. Ook in Bethlehem. Maar waar kwamen ze naartoe? Naar de stal waar de baby is geboren. Want de schapen kwamen mee. Hoe leuk echt niet. Konden alle schapen wel mee naar de stal? Nee, gewoon buiten een rondje. Nou, maar er zaten niet zoveel. Nee. Dus ze konden er nog wel in. Ja, een paar. Misschien maar één. Nee, een paar. Misschien wel vijf. Nee, vier. Vier, ja. En dan zien de herders de stal. Daar vinden ze Jozef en Maria en met het kindje Jezus. Hoi. Hallo. Hallo. Gefeliciteerd. Leuk dat de baby er is. Ik kan deze lichtje ook aan. Maar de kaars ook die lampjes. Kwam er nog meer bezoek bij Jozef en Maria? Een paar koningen komen op bezoek, toch? Ik weet niet hoe ze heten. Een hele rijke mensen en slimme die alles van de sterren weten. Bovenop de stal zei mama dat daar een ster was. En dat is ook waar. Een ster die betekende dat er een kind was geboren. Waarom gaan die drie koningen op reis?
omdat ze de nieuwe koning wou ontmoeten. Nou, ze keken daar naartoe en toen zagen ze sterren. Misschien is daar wel een koning geboren, dachten ze. Omdat ze de ster volgden. De ster gaat in de lucht als ze slapen. Ja, en nevens die ster. En de maan. Daar, de grote en de maan. Ster. Toen staan ze naar de ster en toen kwamen ze. Ze moesten heel ver reizen. Gelukkig konden ze op hun dierende reis maken. Paardrijden? Hi-ha, hi-ha. Nee! Ze rijden op een paard. Nee! Nee! Met de kameel. En daar zaten herders op. Nee, niet de herders, maar die rijke meneer in jas. Met een rode jas en zonne en een gele. Ja! Hoe leuk echt niet. We dachten dat de baby ergens was geboren in een koninkrijk. Ja. Maar het was gewoon in een stal. Dat zeker. Dan gaat hij zitten. En de koningin dacht, is dat er nu een koning? Zo klein. Want het is een kleine koning. Ja. En de drie wijze mannen. Die allemaal cadeaus hadden. Cadeaus. Eén schatkistje en voor die andere twee weet ik niet meer. Dingen van goud en van zilver. Ik hou van goud. Ik ook. Knikkers. En gouden goud. Gouden munten. Chocolademunten. Daar zit er zo'n papiertje op en dan moet je eraf halen en dan... Kun je chocola opeten? Ja. Overal zit toch in een schatkistje goud? Niet altijd. Maar daar kan ook chocolademunt in zitten. Nog een gouden beker. En heb je ook een kool gekregen? Ja. Bakken wieren en een gouden beker. Ik weet hem. Ik weet ze allemaal. Puur, goud en meer. Dat is een goede video. Die wil ik even. Bierouw. Misschien een beker dat ze hadden gewonnen. Foutje. Die kwamen allemaal mooie sieraden schrijven. De drie koningen geven een cadeau aan het kindje Jezus. Het is goud en wierook en mirre. Wierook ruikt lekker en mirre is een soort olie. Die ruikt ook lekker. Aha, dat was het. Dat kerstkindje is heel bijzonder. Waarom is Jezus geboren? Daarom! Waar is je papa en mama? Omdat iedereen een koning wil voor het volk zorgen. En Jezus werd geboren en die is heel belangrijk. Omdat hij later de koning werd. Wordt niet weg. Omdat hij niet is. En dat is het einde.